Medeleven en het leven beter begrijpen kan pas wanneer je weet hoe iemands leven in elkaar zit. Dit is onder andere de gedachte achter de wijkvoorstelling Eén Deur Verder. Een concept van de theatermaakster Adelheid Rozen. De voorstelling vindt plaats in de wijk Geersvleet. Nydia Breeveld, marketeer in Suriname van de voorstelling, kenmerkt dit als een uniek moment om elkaar beter te leren kennen. Deze voorstelling stelt de acteurs evenals de adoptieouders in staat om elkaars cultuur, leefgewoontes en levenslessen te delen. Dit project is daarom belangrijk en biedt een ander perspectief van het leven. Het is heel heftig omdat we elkaar nu pas leren kennen, de ouder en de speler. Die leren elkaar nu pas kennen en in een tijd van een paar weken gaan ze elkaar beter leren kennen, elkaar verhalen wisselen en die verhalen worden door een regisseur, elk huis heeft één regisseur, die verhalen worden door de regisseur dan mooi aan elkaar geregen en wij mogen dan als het publiek één hele dag, de voorstelling, de duur van de voorstelling, mogen we dat mee gaan maken. Met het gaat echt over 5 bewoners die al heel lang in Geiersvleit wonen en 5 spelers die ook in Suriname wonen, is allemaal Surinaamse cast, die elkaar eigenlijk helemaal niet kenden. Die worden in één huis gestopt. Dus je moet nagaan dat je in al die verhalen, kan iedereen zich terugvinden. En ik geloof wel dat een heleboel mensen met dingen zitten en op de een of andere manier niet erover praten. En vooral er wel over willen gaan praten wanneer ze horen, hey, I have that kind of feeling, you know. En ik denk dat dat ook naar buiten zou komen met dit toneelstuk. Acteur Vernon Sardam, adoptieouders Sasik Jagroep en Matsi Alanya omschrijven deze ervaring als een ommekeer in denken. Het is een periode waarbij je als mens onder andere kwetsbaar openstelt om mogelijk obstakels of problemen in je leven te bespreken. Opmerkelijk zijn de overeenkomende patronen die voorkomen in vrijwel in ieders leven. Deze ervaring brengt je terug naar wie je als mens bent en je leert het leven beter waarderen, stellen zij collectief. We hebben meer mensen nodig die gaan denken. Als je zo'n ervaring meemaakt, het laat je eigenlijk denken aan hoe jij eigenlijk geleefd hebt en welke keuzes jij maakt en wat voor effect dat heeft op anderen. En hoe eigenlijk de wereld is, want wij leven in onze eigen wereld, maar we delen die wereld met elkaar. Dit ding, het is een doel voor mij. Van mij dat ik dit ding tot een theaterstuk wou maken. De participanten hopen dat in de toekomst meer van zulke projecten wordt uitgevoerd. Op die manier kan het mooie van de Surinaamse cultuur worden gedeeld met de buitenwereld. Het is zeer belangrijk als iemand met iets zit, dan is het een periode waarvan je hulp kan zoeken. Het belangrijkste is dat je degene moet kunnen accepteren als hoe hij is.